We hebben bij Denk in de afgelopen tijd talloze mails gehad van bezorgde ouders die aangeven: ik maak me ernstig zorgen om mijn jonge kind van soms 4, 5 jaar oud. We hebben zelfs mensen gehad uit Arnhem en Maassluis die aangeven: ik maak mij zorgen om mijn jonge kind van 4, 5 jaar, omdat zij geslachtsdelen, dat zij afbeeldingen daarvan, dat zij seks krijgen voorgeschoveld op die hele jonge leeftijd. En voorzitter, Denk vindt die zorgen terecht als ouders die zorgen hebben. En mijn vraag aan de minister is: wat gaat de minister doen met de zorgen van al die ouders die aangeven: ik ben er nu op dit moment bang voor om mijn kind naar school te sturen? De heer Van Baalen heeft natuurlijk gelijk. Als ouders zich zorgen maken, dan is elke zorg is de moeite waard en is belangrijk dat je gehoord wordt in het onderwijs. Nou, voorzitter, al die ouders die zich op dit moment zorgen maken over hun hele jonge kinderen, die hebben zo weinig aan dit antwoord van de minister. Want voorzitter, als we hier gewoon een handleiding hebben voor docenten, waarin staat: vertel leerlingen dat het fijn is om jezelf aan te raken en dat het fijn is om geslachtsdelen aan te raken. En dan hebben we het over kinderen van 5, voorzitter. Kinderen van 5 wordt dit verteld. Voorzitter, dan denk ik, die docenten die zouden die kinderen moeten leren lezen en schrijven en niet moeten vertellen dat het belangrijk is of fijn is om geslachtsdelen aan te raken. Dank u wel. Dus ik zou aan de minister willen vragen, deelt de minister dat dit gewoon voor dit soort jongere kinderen niet deugt en dat hij hiernaar moet gaan kijken? De minister. Dat hij hiernaar moet gaan kijken? De minister. Ja, voorzitter, ik wil daar ook naar kijken. Er zijn ook voorbeelden waar ik ook gefronste wenkbrauwen van krijg.